Nou, dit is dus een half-scale Hyperloop model. Het ziet er echt waanzinnig uit. De kwaliteit waarmee de onderdelen zijn gemaakt. We gaan zo meteen even kijken naar het technische gebeuren, hoe dat in elkaar zit. Maar qua vormgeving, qua show die ze gaven, de presentatiekwaliteit, maar de kwaliteit van het ding zelf. Echt, hoe ze al die parts bij elkaar hebben gekregen, die 30 studenten, hoe die zoiets maken. Ik heb robotcompetities gezien, ik heb Stella gezien, maar dit is echt top-notch kwaliteit. En het idee dat je 14 minuten naar Enschede kan en een half uur naar Parijs en dat kamp zegt van wauw, ik heb de toekomst gezien, ik kan me helemaal voorstellen dat we dit gaan meemaken. Er zijn momenten dat ik minder succesvol ben geweest als student. Ik ben nooit succesvol geweest als student, maar top gedaan Delft, hartstikke goed. Right, we're starting in 5, 4, 3, 2, 1. Zo, de Hyperloop. Wat vond u van de presentatie van de studenten? Een hele goede presentatie. Er was een klein probleempje in het begin en het is geweldig dat ze dat ook al snel opgelost hebben. Ja. Wat vind je nou van zo'n presentatie eigenlijk? Als je dit nou ziet, is dat nou een vertegenwoordiging van het Nederlandse onderwijssysteem? Ja, ik denk dat het erom gaat dat je ideeën hebt, dat je in staat bent om die ideeën te ontwikkelen en dat je ze ook kunt verkopen. We hebben gezien dat het idee er is, we hebben gezien dat het in de techniek heel aardig in elkaar zit. En we hebben gezien dat ze het kunnen verkopen. Dus ik verwacht voor deze jongens een grote toekomst. Dank u wel. Ja, je bent enthousiast. Heel belangrijk is het remsysteem. Want dat moet licht zijn en snel. Het ziet echt waanzinnig uit, het materiaal. Dat ze dit gewoon weer even een paar maanden hebben gedaan, is waanzinnig. Maar toch dat 30 studenten dit bij elkaar kunnen krijgen. We kunnen het even openmaken en kijken of je hierin kan zitten. Half skill. You know, you have to think out of the box if you're inside the tube, because you can't just our spacious environments and there's than the current types of transportation systems. That's amazing. It's amazing. It's actually, it looks like you used some very delicate leather as well on the inside, so it's going to be luxurious too. You care about that. Het Hyperloop project is natuurlijk alleen maar mogelijk als je gewoon waanzinnige partners hebt. Je hebt een waanzinnig team nodig, maar ook partners. En dat hebben ze hier aardig voor elkaar gekregen in Delft. En dit zijn alle partners die meewerken aan dit Hyperloop project. Laten we even een paar gaan uitvinden en even praten met Marleen die dit allemaal organiseert. Marleen, mooie show. Wie zijn de partners die jullie eigenlijk hebben geholpen? Wat zijn de hoofdpartners die ik hier zie? Nou, dankjewel. De hoofdpartners van Delft Hyperloop, dat zijn Tom, wat voorheen MKB Brandstof was, en de TU Delft natuurlijk. Dat zijn allemaal studenten van de TU Delft. Oké, en Tom was vroeger dus MKB Brandstof. En wie is die man erachter? De ondernemer van Tom, dat is Martin Schuurman. En hij wil ondernemers inspireren en bewegen. Ja, ja. TU Delft, hoe heeft die geholpen? Door ons te helpen met de kantoorruimte en de werkplaats, toen wij begonnen met het project Delft Hyperloop vorig jaar in de Dream Hall. En daarnaast hebben we ook een paar contracten met sommige faculteiten. Oké. Okay. Ja. Goede support.
Nou, dan hier een hele bak met mensen. Wie kan we daar nou even uitdoen? Boekanier Delft, wat is dat? Ja, Boekanier Delft, dat is de locatie waar we nu zijn. Hier huren wij onze werkplaats, want helaas hadden we bij de TU Delft te weinig ruimte om de capsule die 4,5 meter lang is te bouwen. Dus we zijn nu bij de Boekanier, waar onze werkplaats is. En wat doen zij? Zij zijn een offshore and energy accelerator. Okay. Wat zijn nog meer belangrijke partners om de Hyperloop te bouwen? Ja, als we kijken naar het chassis, dat is helemaal voor koolstofvezels gemaakt. En het bedrijf Tenkate heeft ons geholpen daarmee. En we gebruiken toch ook magneten om te zweven door de buis. Die zijn geleverd door bijvoorbeeld vacuumsmelten. Daarnaast gebruiken we ook heel veel sensoren. Om natuurlijk ook de veiligheid in de gaten te houden. Op de capsule, maar ook in de buis. Van bijvoorbeeld Alteris. En van Dassault System. Van hen hebben we de tekensoftware. Katia en dergelijke. Ja. Okay, dus dat zijn de primaire partners. Nog andere mensen die heel erg helpen met het ontwerp of doen jullie het allemaal zelf? Het ontwerp, dat is allemaal door deze 30 studenten gedaan. Juist zonder de hulp van professoren. Heel mooi. Ja. Dan zie ik ook inderdaad Rabobank zie ik hier nog bij komen. Dit zijn allemaal de kleinere sponsors. Dat zijn ook sponsors die ook geld geven om alle tickets te betalen en zo. Nou, daar zijn we nog naar op zoek, want we gaan met het hele team dus later dit jaar naar Californië. En die vliegtickets die zijn behoorlijk kostbaar. Dus... Okay, dus eigenlijk zeg je van KLM, kom op, wij hebben jou nog even nodig. Ja, inderdaad, heel graag. Okay, KLM, nog andere sponsors nodig? Wat voor partijen? Heb je nog een telecom operator nodig of heb je nog een andere persoon nodig? Hoe krijg je nou dit ding veilig naar Californië? Nou, hoe de capsule veilig naar Californië wordt bezorgd, dat wordt gedaan door DHL. Zij zijn degene die de capsule gaan vervoeren in een heel grote flight case. En na de competitie, als we hopelijk hebben gewonnen, ook weer terugnemen naar Nederland. Oké, dankjewel. Ja, en Vincent, de Virtual Reality Experience, die we ook vandaag hebben gezien van de Delft Hyperloop, is echt ontzettend gaaf. En daar heeft het bedrijf INDG uit Amsterdam ons mee geholpen. Oké. Als je op een gegeven moment zo'n competitie wil winnen, moet je een geweldig team hebben, geweldige partners, enorme PR, waanzinnige filmpjes. En dat moet je dan allemaal binnen een jaar voor elkaar krijgen. En Delft Hyperloop heeft het er gewoon hartstikke goed gedaan. Top!